Hiddema bekritiseert Groenteman in interview over vertrek ex-minister Wiersma. Advocaat Theo Hiddema werd geïnterviewd door presentator Gijs Groenteman in de talkshow Marcel en Gijs. Echter, het werd al snel duidelijk dat Groenteman het persbericht van voormalig minister Dennis Wiersma niet goed had gelezen, aangezien hij bepaalde passages miste tijdens het gesprek. Dit leidde tot een ongemakkelijke situatie, waarbij de redactie uiteindelijk de verklaring van Wiersma moest uitprinten voor Groenteman, die vervolgens live tijdens de uitzending uitgebreid begon te lezen. Tijdens het gesprek verdedigde Hiddema de vertrokken minister Wiersma en wees op de ontstane beeldvorming rondom de VVD-politicus, waardoor hij niet langer effectief kon functioneren op het ministerie van Onderwijs. Groenteman vond uiteindelijk na lang zoeken de betreffende passage waar Hiddema naar verwees. Hiddema ergerde zich duidelijk aan Groenteman en richtte zich op momenten zelfs alleen tot medepresentator Marcel van Roosmalen, met wie hij bekend was van eerdere ontmoetingen in Noord-Holland. Het voormalige Eerste Kamerlid liet merken dat hij de interviewstijl van Groenteman onnozel vond. Daarnaast klaagde Hiddema erover dat hij niet mocht roken en ontkende hij stellig dat hij jonge jenever dronk, nadat Groenteman hem hier sceptisch over bevraagde. Hiddema gaf als verklaring voor het gedrag van de tv-interviewer, die in het dagelijks leven de partner is van Aaf Brand Korstius, dat Groenteman een vervelende man is en afkomstig is uit een zure familie, verwijzend naar Hanneke Groenteman, de moeder van Gijs. In een ander segment van de show ontving Marcel en Gijs wetenschapsjournaliste Anna Gimbrère, die sprak over de imploderende duikboot op de zeebodem bij de Titanic. Gimbrère kreeg een veel vriendelijkere behandeling van Groenteman, die duidelijk onder de indruk was van haar uiteenzetting over wat er mogelijk met de duikboot was gebeurd.